Hallo en hartelijk welkom bij deze productvideo. Deze video maak ik omdat we gevraagd zijn door EcoFlow om hun nieuwste portable power station te laten zien. Dit is hem. Het is een betaalde productvideo. De Delta Pro 3, dat is het meest actuele model van EcoFlow. Het is de opvolger van de Delta Pro en met zijn 4096 watt aan vermogen is die een stuk groter en heeft die meer vermogen dan zijn voorganger. Portable Power Station. Ik zou het liever een verplaatsbaar Power Station noemen, want hij weegt namelijk 51,5 kilo en dat is natuurlijk fors. Dit is geen apparaat wat je in je eentje optilt. Maar gelukkig heeft EcoFlow daar wel iets goeds op gevonden. Er zit namelijk een hendel aan en er zitten een aantal wielen op en dat zal ik gelijk even demonstreren. Op deze manier is hij toch relatief eenvoudig verplaatsbaar. We hebben natuurlijk al diverse stroomoplossingen van EcoFlow laten zien en ook diverse portable power stations. Maar deze die is echt de meest krachtige van allemaal. Hij heeft namelijk een vermogen van 4096 watt, ruim 4 kilowatt. En dat is zelfs uitbreidbaar met extra batterijen waardoor je op 8 of 12 kilowattuur aan vermogen kunt komen. En dat is natuurlijk heel erg veel. Nou, deze video gaan we in twee gedeelten laten zien. Ik ga hier eerst thuis het een en ander vertellen over de powerbank en ik ga nog wat laten zien, de aansluitingen, de knoppen die erop zitten. En dan gaan we naar buiten en dan gaan we met de camper. Want waar is deze nou voor bedoeld? Nou, eigenlijk voor heel veel toepassingen. Natuurlijk voor thuisgebruik. Je kunt hem zien als een flinke thuisbatterij waar je stroom in kunt opslaan en dat kunt gaan gebruiken als je het nodig hebt. Maar ook onderweg kan die natuurlijk heel erg handig zijn, bijvoorbeeld met een camper. En dat gaan we straks natuurlijk allemaal laten zien. Ik zal eerst nog even in het kort uitleggen, wat is dat precies een portable power station? Nou, het beste kun je het vergelijken met een powerbank. Maar dan een powerbank waar ook stopcontacten op zitten. Dus dat betekent dat je daar ook zwaardere apparatuur mee kunt gaan gebruiken. Bijvoorbeeld wasmachines, gereedschap, een grill, een föhn, koffiezetapparaten. Nou, noem het maar op. Alles wat op 230 volt werkt, kun je op een portable powerbank kun je die ook aansluiten. Ik ga hem eerst even op zijn kant zetten en dat kun je op de makkelijkste manier zo doen, met de hendel uit. Vervolgens zet je hem op de grond, je drukt de hendel in, voilà, en daar staat hij. Aan de bovenzijde zie je hier een bescherming zitten voor het handvat en die zit aan de andere kant ook. En die dient ervoor dat als je de EcoFlow op zijn kant zet, zoals ik net heb gedaan, dat dan de handvatten niet beschadigen. Goed over nagedacht dus. Dan zie je hieronder ventilatieopeningen. Er zit natuurlijk een ventilator in, het systeem moet goed gekoeld worden. En wat me al direct opvalt is dat die ventilator echt fluisterstil is. Je hoort bijna niet dat die aan is. Daaronder het display en dan zien we een aantal USB-poorten. Er zijn twee USB-C-poorten en die leveren elk 100 watt vermogen. Daarnaast zie je twee Fast Charge USB-A-poorten. Daaronder zie je vier 230 volt AC-aansluitingen. Oftewel vier stopcontacten. Ook zitten er een aantal knoppen aan de voorzijde. Dit is de knop om het hele systeem aan en uit te zetten. Daaronder vind je een knop om de vier stopcontacten aan en uit te schakelen. Zo, het systeem staat aan. Je ziet dat ik hem tot 100% heb opgeladen op dit moment. Er gaat niks uit en er komt ook niks meer bij in. Als ik op deze knop druk, dan worden de stopcontacten geschakeld. Je ziet het lampje gaat branden, er gaat hier een pictogrammetje branden op het display. En dat betekent dat op dit moment de vier stopcontacten van 230 volt klaar zijn om te worden gebruikt, want ze leveren stroom. Dan gaan we even naar de zijkant en dan zien we hier gelijk een klepje zitten. Dat is trouwens iets wat opvalt aan deze EcoFlow Delta Pro 3, dat heel veel uitgangen en ingangen worden afgeschermd door een klepje. En dat is natuurlijk heel handig, want als je het niet gebruikt, dan wordt voorkomen dat je hier stof en vuil in krijgt. Achter dit klepje vinden we de gelijkstroomsectie, zeg maar. Ook weer aan en uit te schakelen met een knopje. En dan zien we hier twee gelijkstroomaansluitingen. Dit is een gelijkstroompoort en dit is een zogenaamde Andersonpoort. En die wordt vaak gebruikt bij veiligheidscamera's, routers, automatische koelkasten en andere apparaten. Hier zien we een netwerkaansluiting, een bekabelde netwerkaansluiting. En die kun je dus ook gebruiken. Nou, gebruik je deze sectie niet, doe dan het klepje dicht. En dan weet je zeker dat er geen stof en vuil in komt.
Aan de achterzijde vinden we ook aan de bovenkant hier weer de ventilatieopeningen, de bescherming voor het handvat en een viertal klepjes. Achter dit klepje zien we drie aansluitingen en een schakelaartje. Deze aansluiting is om de powerstation op te laden via het lichtnet, dus met 230 volt. Deze twee aansluitingen, dat zijn zogenaamde XT60 aansluitingen. Daar kun je bijvoorbeeld een zonnepaneel op aansluiten of de powerstation opladen via de sigarettenaansteker plug van je auto. Het zijn twee soorten, een laag voltage en een hoog voltage. Dit is de XT60i, die gaat van 11 tot 60 volt. En dit is de XT60, die gaat van 30 tot 150 volt en geeft 20 ampère maximaal. Deze schakelaar, fast of adjust, wil zeggen hoe snel die via het lichtnet kan opladen. Als je hem op fast doet, dan pakt hij de maximale snelheid. Doe je hem op adjust, dan kun je dat zelf nog aanpassen via de app. Daar ga ik straks nog wat meer van vertellen. Deze twee klepjes hebben allebei dezelfde aansluiting. En die hebben verschillende toepassingen. In eerste instantie zijn ze bedoeld om hier extra batterijen op aan te kunnen sluiten. De EcoFlow heeft dus 4 kWh zelf aan boord, maar je kunt twee accu's van elk ook 4 kWh erbij aansluiten. En dan heb je dus een vermogen totaal van 12 kW. Een andere toepassing van deze aansluiting is dat je met een adapter kun je een generator van EcoFlow hierop aansluiten. Bijvoorbeeld een benzinegenerator of een die op LPG gaat. Dat moet met een speciale adapter en dat ga ik niet in deze video allemaal uitleggen, maar daar is dit dus voor bedoeld. Niet in gebruik, doen we het klepje gewoon dicht. Achter dit klepje zit ook een aansluiting en die is bedoeld om andere compatible EcoFlow apparaten te gebruiken. En daarmee kun je stroom in het apparaat laten of stroom uit het apparaat halen. Aan de andere zijkant komen we bij het klepje en daar zit een aansluiting achter en die vind ik voor onze doelgroep het meeste interessant. Want wat kun je hier namelijk doen? Het is een Eurostekker en daar kun je dus in principe gewoon je camper of je caravan aanhangen. Als je de knop van 230 volt aan de voorzijde hebt ingeschakeld, dan betekent dat dat deze ook 230 volt kan leveren en dan ben je dus gewoon verzekerd van 4 kWh stroom als je EcoFlow vol is. Dat waren de aansluitingen en de knoppen op de Delta Pro 3. Wat trouwens heel handig is, is de EcoFlow app, want daarmee kun je het apparaat ook op afstand bedienen en kun je heel veel functies toepassen en kun je ook heel veel verschillende waarden aflezen. Dus die is zeker de moeite waard om erbij te installeren. Kun je heel veel instellingen in doen, veel meer dan op het apparaat zelf, dus eigenlijk is die gewoon onmisbaar, die app, bij dit apparaat. Goed, het is tijd om hem in de praktijk uit te gaan proberen. Ik heb hem helemaal opgeladen tot 100%, dus we gaan er met de camper op uit en dan gaan we hem eens even flink aan de tand voelen. Zo, we hebben een mooi plekje gevonden waar wij lekker zonder stroom off-grid kunnen staan de komende dagen. Het is in Duitsland, net over de grens. En hier gaan we de EcoFlow dus eens even goed testen. Nou, Wilma en ik hebben hem al even uit de camper getild. Dat is goed te doen hoor, met twee personen. En ja, dankzij de wielen kun je hem makkelijk verplaatsen. En het eerste wat ik nu dus ga doen is de camper aan de EcoFlow hangen. Ik heb de Delta Pro 3 aangezet en voordat ik de camper ga aansluiten wil ik eerst nog even iets vertellen over veiligheid. Als je in je camper een aardlekschakelaar hebt, dan kun je in de app aangeven dat je inderdaad een aardlekschakelaar hebt en dan reageert de EcoFlow daar ook op in het geval van een storing. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor je veiligheid. Nou, heb je geen aardlekschakelaar in je camper, dan kun je overwegen om zelf een losse aardlekschakelaar aan een snoer te kopen. Nou, wij hebben die wel en ik heb hem aangezet in de app. Dus ik kan hem nu gaan aansluiten. De camper hangt aan het stroom als het goed is, maar ik moet nog één ding doen. Ik moet natuurlijk zorgen dat de 230 volt sectie wordt aangesloten. En dat heb ik nu gedaan. Nu hangt de camper aan het stroom en nou zie je hier op het display inderdaad ook dat die stroom aan het verbruiken is. 231 watt zie ik. Oh, hij gaat al omhoog. Wacht eventjes. 500 watt verbruikt hij nu.
En wat is dat? Dat is de koelkast. Want de koelkast die denkt dus nu dat de camper aan het stroom staat. En dat is ook zo. En dan gaat hij dus de koelkast op stroom gebruiken. En dan zie je dat kost best wel wat energie. Nou, stel dat dit alles was wat ik erop zou doen. En we hebben 4096 watt ter beschikking. Dan zou dat betekenen dat we de koelkast 8 uur kunnen laten draaien. We hebben zin aan koffie, dus we gaan water opzetten voor koffie. Nou, dat doet Wilma natuurlijk met het elektrische waterkokertje. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ze dat gaat opzetten. Want dat kan natuurlijk gewoon in de camper, want de camper die hangt aan het stroom. Nou, je ziet het verbruik oplopen van 500 naar 1271 watt. En dat is natuurlijk maar kortstondig, want dat water dat is met 5 minuten is dat gekookt. Input, daar zie je nog 0, want er komt nog niks bij in. En daar gaan we verandering in aanbrengen, want we kunnen natuurlijk gebruik maken van de zon. Het is een stralende dag vandaag. We hebben een EcoFlow zonnepaneel meegenomen, dus die ga ik nu aansluiten. En dan ga ik eens even kijken wat we weer terug kunnen winnen aan energie. Nou, inmiddels is het water klaar, het heeft gekookt en je ziet aan de rechterkant de output 257 watt, dat is dus de koelkast. En aan de linkerkant zie je de input 209 watt en dat is de opbrengst op dit moment van het zonnepaneel. Dus je zou kunnen zeggen dat we nu ongeveer gelijk opgaan en dat de koelkast volledig op de zonne-energie draait. Ik heb al op het display laten zien hoe het met het ingangsvermogen en het uitgangsvermogen is. Maar ook een hele handige manier, dat is via de app, de EcoFlow app. Ik heb hem even opgestart en op dit moment zie ik dat er 206 watt binnenkomt. Dat is natuurlijk van het zonnepaneel. En 232,38 watt gaat eruit en dat is de koelkast. En eigenlijk vind ik die app heel handig, want dan hoef ik niet iedere keer op te staan en te bukken om te kijken op het display. Het is bijna tijd om te gaan eten. En voor de verandering gaan we vandaag een keer geen pannenkoeken bakken. Nou, wat gaan we wel bakken? Ik ga garnalen bakken en ik ga aardappeltjes bakken. En Wilma gaat er een lekkere sla bij maken. Dat bakken, dat ga ik natuurlijk ook op de EcoFlow doen. Ik heb 2 elektrische pannen. Dit is een pan van 1500 watt. En dit is een elektrisch plaatje van 800 watt. Samen 2300 watt. Koelkast moet er ook nog bij. Moet zat kunnen allemaal. Ik heb ze voor in de EcoFlow gestopt. Ik had ze natuurlijk ook gewoon in de camper kunnen stoppen. Maar nu zie je dus dat ik de camper aan het stroom heb hangen in de EcoFlow. En de 2 pannen heb ik ook apart aangesloten op de 2 stopcontacten. Nou, ik ga via de app laten zien wat er gebeurt als ik ze aanzet qua vermogen. En dan kun je zien hoeveel er nog uitgaat. Het zonnepaneel staat inmiddels ook nog lekker zijn werk te doen. Want ja, het kan niet op met het weer vandaag. En ik heb wel zin aan een beetje eten. Wat ik nog even wil zeggen is dat wij natuurlijk zelf helemaal zelfvoorzienend zijn al met onze apparatuur aan boord. Dus buiten deze EcoFlow hebben wij natuurlijk de Super B accu. We hebben de Samlex 2100 watt omvormer, die hebben we sinds kort. We hebben een eigen zonnepaneel van wattstoende, we hebben een laadbooster, nou noem maar op. Dus wij zijn al helemaal zelfvoorzienend dankzij de artikelen van Super B allemaal. Maar ik wil het natuurlijk gewoon wel even laten zien dat deze mogelijkheid er is. Stel je bent niet in staat of je wilt geen Super B in laten bouwen in je camper omdat je camper te oud is of je vindt het te kostbaar, kan natuurlijk, dan is dit misschien wel een oplossing voor jou. En een andere optie is natuurlijk om hem ook gewoon thuis te gaan gebruiken, want dat is natuurlijk het mooie van een portable power station. Je gebruikt hem onderweg en je gebruikt hem thuis. Ik ga de app even mee laten lopen aan de zijkant van het scherm. Ik ga nu beginnen met bakken en ik zie dat we nu op 83% vermogen zitten nog van de accu. En dat komt natuurlijk door een middagje koelkast en een aantal keren water koken. Nou, er komt nog steeds 110 watt binnen aan zonne-energie. De zon die wordt al lager, die verliest al aan kracht. Koelkast verbruikt nog 253 watt. En ik ga nu beginnen met ons elektrische plaatje aan te zetten.
Nou, dan zie je al gelijk dat hij meer dan een kilowatt gaat verbruiken. Tegelijkertijd ga ik nu ook het pannetje aanzetten. Voor de aardappeltjes. Nou, daar gaat hij. 2,4 kilowatt, 2400 watt dus. Je kunt in de app voor verschillende homepage stijlen kiezen. Ik zal eens even kijken wat er gebeurt als ik een andere neem. Deze. Standaard, dit is de standaard homepage stijl. Ja, en je ziet bovenin de app ook dat als ik zo doorga als nu, 1,02 kilowattuur verbruik, dan heb ik nog iets meer dan 3 uur stroom. Maar het komt dat deze plaatjes die gaan aan en uit, aan en uit. Er zit een thermostaat in en een van de beide plaatjes zal op dit moment uitstaan. Kijk, nou zet ik hem weer aan, dan zit ik alweer op 2,3 watt. En dan zie je dat ik nog minder dan 2 uur stroom zou hebben op deze manier. Maar dat is natuurlijk niet realistisch, want met 10 minuten dan is dit klaar en dan gaat alles weer uit. We gaan dit even lekker laten sudderen. En als het klaar is, dan zal ik jullie laten zien hoeveel vermogen we nog over hebben in de accu. Het begin van de avond, de zon die gaat steeds verder onder. Ik denk nog een uurtje ongeveer en dan is het klaar. Ik zie dat hij nog 67 watt opbrengst heeft, het zonnepaneel. Dus er komt nog steeds stroom binnen. En er gaat 255 watt uit vanwege die koelkast. Nou, jullie hebben gezien wat we allemaal hebben gedaan op de EcoFlow Delta Pro 3. Ik heb jullie in deze video laten zien wat het is, het apparaat, en ook vooral wat je ermee kunt gaan doen. En ik hoop dat je dat interessant vond. Meestal eindig ik met prijzen, maar dat ga ik nu bewust niet doen. Want ik heb gemerkt dat prijzen echt dynamisch zijn. En dat betekent als ik nu een prijs ga noemen, dan kan die morgen alweer anders zijn. Dus dat heeft gewoon geen zin. Het beste kun je gewoon even naar onze website gaan, campertv.eu, en dan kun je ook naar de speciale kortingspagina gaan. Daar kun je de actuele prijs checken en het leuke is, met de speciale code CAMPERTV krijg je altijd 5% korting in de gehele EcoFlow Store. Nou, mooi meegenomen. Tot zover dan. Ik hoop dat jullie de video interessant vonden. Ik vond het heel erg leuk om te maken. Bedankt voor het kijken en ik zie je hopelijk gauw weer terug bij de volgende video van CAMPERTV.